In juli strijkt naar goede gewoonte de kermis neer op de Grote Markt van Sint-Niklaas. Op woensdag 6 juli kunnen wielerliefhebbers genieten van de 80ste Grote Prijs Stad Sint-Niklaas. Die prijs is tevens de 8e ereprijs Theo Verschuren. In 1963 won hij als amateur het eindklassement van de Ronde van België, waarna hij de overstap maakte naar de profs. Tot 1974 was hij een actief renner, maar nu geniet hij vooral van zijn koers. Mijn grote prijs bestaat al 8 keer en dat is uniek voor mij. Dat is, alle jaren is dat voor mij een belevenis. Hè. Ik zie al dat volk terug en de mensen spreken mij aan. Dat is uniek. Hè. We hebben een mooie omloop, 165 kilometer over 40 ronden. Op de markt is ook een kleine tentoonstelling voorzien. Op het stadhuis waren de vorige winnaars tot de jaren zo ver mogelijk dat we terug kunnen gaan. De wedstrijd gaat van start om 3 uur in de namiddag. Zowel aankomst als vertrek zijn op de Grote Markt.